Hey, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik de truc uitleggen met het flesje water. Wat bevriest als je het schudt. Eerst laat ik de truc zien en daarna leg ik uit hoe jij hem zelf ook thuis kan maken. Maar eerst, zoals gezegd, de truc. Je moet er een mooi verhaal bij verzinnen, dus doe ik ook maar. Het is best wel warm hier bij de stereolampen. Oh. Nou, ik hou niet zo van het warme. Voor mij mag het wel een beetje ijs in. Nou ja, eens kijken of het lukt. Goed, ik ga hem uitleggen. Deze truc is wederom weer heel simpel om te doen. Het enige wat je nodig hebt is een flesje mineraalwater, een vriezer. Oh, die ben ik even vergeten. En geduld. En je moet ook voorzichtig zijn. Want wat ga je doen? Je neemt je flesje mineraalwater. Die koop je gewoon uit de supermarkt. Zet je in de vriezer of leg je in de vriezer. En je laat je daar 3 uur, 4 uur liggen. Nou, kan ik mooi in de tussentijd even uitleggen wat er gebeurt. Zoals je misschien al weet van scheikunde. Water kookt, neemt een gasvorm aan bij 100 graden. En het neemt een vaste vorm aan van ijs. Bevriest bij 0 graden. Tot zover niks nieuws. Alleen... wat wij gaan maken, of wat je nu aan het maken bent als je mee bent, is super cool water. En niet super cool water, maar gewoon in het Nederlands super cool. Gewoon onderkoeld water. En wat is dat? Dat is water wat nog vloeibaar is, maar onder de 0 graden. Dus het had eigenlijk al ijs moeten worden, maar dat is het niet. En hoe komt dat? Het water bevindt zich nu in een metastabiele fase. Het wil dus eigenlijk heel graag ijs worden, maar het heeft niet... het moet even iets, een tikje krijgen. Het moet even verstoord worden om in ijs te veranderen. Dat ga jij doen met het schudden. Dus na 3-4 uur haal je het uit de vriezer. Overigens kan het zo zijn dat het mislukt is. Dat je dus gewoon een flesje ijswater in uit je vriezer had. Ja, dan heb je pech, moet je het nog een keer doen. Dan was het flesje niet schoon. Of heeft hij te lang in de vriezer gelegen. In ieder geval, jij had je flesje uit de vriezer. Dat doe je zo voorzichtig mogelijk. Je kan er best wel wat mee doen, want zoals je zag, ik maakte net ook in de truc het dopje, haalde ik er vanaf. En je kan best wel een beetje schudden, maar doe het niet te wild. Want vanmiddag, toen ik deze truc had voorbereid, haalde ik mijn flesje uit de vriezer en ik stootte tegen de rand aan. En toen begon die mooi van onder naar boven te bevriezen. Korte samenvatting. Je hebt nodig mineraalwater of gedemineraliseerd water. 3-4 uur in de vriezer, voorzichtig eruit halen en dan kun je je truc doen. Je schudt 1 keer, het wordt ijs. En ja, kan je natuurlijk doen. Dus we hebben wel een beetje voorbereiding nodig. Bedankt voor het kijken. Mocht je hem leuk vinden, klik op duimpje. Mocht je nog geen abonnee zijn, abonneren kan. En ik raad het nog steeds aan, want er komt, denk ik, vind ik zelf nog steeds echt iets heel leuks aan. En dankjewel voor het kijken.